Eindhoven, de nummer 8 van de keukenkampioendivisie. En Roda JC, de trotse koploper en winnaar van de eerste periode. Dat daarmee al voldeed aan de doelstelling van dit seizoen. Het behalen van de play-offs. En eerlijk is eerlijk, alles is de laatste weken flink in elkaar geschoven in de keukenkampioendivisie. De gekste competitie van Europa. En als Eindhoven hier vanavond weet te winnen van Roda, is het gat tussen beide ploegen nog maar 3 punten. Dus geen Ulchik bij Roda. Mede topscorer samen met Peña Zauner. Hij was te laat. Dat is toch een aderlating voor Roda. Een van de absolute smaakmakers die er niet bij is vanavond. Dus in ieder geval niet vanaf de start. Daalhaus. Zoeken naar Prieske. Die verlengt hem naar Didden. Gaan we voor. Voordat Schmid gevaarlijk kan worden. Maar de bal voor Uaisa. Daar komt het eerste gevaar aan van Roda. De redding. Dan kan die bal nog weggehaald worden. Net op tijd. De eerste serieuze kans voor Roda. Stekende bal richting Peña Zauner. De redding goed van Brondil. En Moeri rustig genoeg om de bal van de lijn te halen. Ooit rijdt. Uaisa. Schmid. Terug in de basis. Schmid. Tegen Eugenia op. Didden. Had de bal bij zich. Anders lag het gevaarlijk. En het wordt nu alsnog gevaarlijk voor Eindhoven. Als het snel is. Simons. De bal is goed. Geen buitenspel. Is het een overtreding? Ja, dan is het een strafschop voor Eindhoven. Geen enkele twijfel bij Manschot. Bal van Simons richting Prieske. Daar de overtreding van Rijt. Een ABC'tje voor Manschot die er bovenop staat. Aan me voor. Benutte er een tegen Os. En schiet hem ook nu binnen. 1-0 Eindhoven. Via de aanvoerder aan me voor. Blijft heel cool aan me voor. Maakt het al eentje tegen Dordrecht vanaf 0,5 meter. Deed het al tegen Os in de beker en nu dus tegen koploper Roda. Kukcu. Dreigt. Heeft de ruimte. Rijdt, laat een gaatje. Kukcu doet er weinig mee. Schot van afstand. Op de vuisten van Hamers. Die bokst die bal terug. Durft hem niet te klemmen. Maakt een onrustige indruk. Die doelman van Roda JC. De hoekschop. Daniels. Vuistje van Brondil. Maar half. Opnieuw Brondil half. Dan de bal weggehaald. Dan is het nog niet helemaal de wedstrijd van de doelmannen. Bal richting Peña Zauner. Didde zorgt voor onrust daar. Brondil stompt hem recht omhoog. Vangt hem hier dan niet. En dan haalt Eugenia hem weg. Raakt hij bijna nog vol het hoofd van Amavor. Daniels, nieuw hoekschop. Over Didden heen. Dit keer heeft Brondil wel. Uitstekende redding. Bal niet over de lijn geweest. Daar ontsnapt Eindhoven. Goeie kopbal van Esposito. Deze kennelijk nog op of voor de lijn gekeerd door Brondil. Uitstekende reactie. Zeedorf kan hij hem koppen. In de draai is het dan Limouri. Deze is makkelijk op te pakken voor Hamers. Prieske goed voor meegegeven daar aan Rottier. Die geeft hem terug aan Prieske. Volgende kans. Duw in de rug van Rijt. Maar dit keer vindt Manschot het niet. Ja, dan is dit toch gewoon een duw in de rug bij Prieske. Daar kan ik niks anders van maken. Misschien zit de vorige strafschop in het hoofd van Manschot. In tweede te zwaar. Brengt hem erin. Simons komt weg. Hij trapt tekort. Kukcu, geen overtreding. Dan heeft er een overtal voor Eindhoven. Snel zijn. Daalhaus heeft Rottier aan de rechterkant naast zich. Daalhaus gaat zelf. Daalhaus naast. Had eerder de mogelijkheid om de bal naar de andere kant te spelen. Roda schakelt wel snel terug. Wordt de hoek op een gegeven moment moeilijk voor Daalhaus. Ulchik staat klaar. Hij mag nu gaan spelen. Krijgt 35 minuten ruim.
te laat voor de wedstrijdbespreking. Disciplinair op de bank gezet. Schmid tegen Limouri op. Daar zat meer in. Schmid alsnog. Ulcik. Afleggen op Spierings van de tweede lijn. Spierings, wat een geweldige goal van Wesley Spierings. Roda op gelijke hoogte in Eindhoven. Echt een geweldige goal van Roda. Geweldige goal van Spierings. Bondil compleet kansloos. Rottier. Rottier met de voorzet. Aan de andere kant Daalhuis brengt hem in één keer voor. Kukcu laat hem stuiten. Kukcu. En maar net voorlangs. Atletisch gedaan. Roda houdt gewoon de bal. Nu de overname. Kukcu. Kukcu van ver. Kukcu. Kochlin. Goeie bal naar Daniels. Roda ineens vooruit. Daniels. Slim balletje tussendoor. Mooi meegenomen. Peña Zauner schiet hem over. De ruimtes worden wat groter op het veld. Daalhuis. Kukcu. Eindhoven kan weer vooruit. Limouri dribbelt veel in. Die centrale verdediger. Rottier. Twee man tegenover zich. Komt er wel uit met Limouri. Rottier. Kap naar zijn linker. Rottier. En de redding van Hamers. Steken aanval van Eindhoven. Dalla de rebound niet besteed aan Simons. Sterke aanvalsfase van Eindhoven. Rottier opnieuw. Heel veel ruimte heeft hij. Eugenia met de voorzet. Brieske de lucht in. Vallen er een paar naar de grond. Afvallende bal naast geschoten. Kukcu met de kans voor Eindhoven. Beseft zich dat daar meer in zat. Peña Zauner. Weggekopt door Doornbos. En dan de counter. Rottier geeft hem mee aan Kukcu. Is met bal sneller. Daniels komt eraan. Die heeft geen bal. Kukcu. Goede redding. En de rebound komt er alsnog. Bal van de lijn gehaald. Een helder rol voor Daniels daar. Ongelooflijk dat dit geen 2-1 is. Als Roda in de aanval is en Rottier weer met één paas van eigen helft een counter lanceert. Kukcu stuit op Hamers en dan de kans voor die invaller David Garden. Daar moet veel meer overtuiging in zitten. Ideaal speelmoment maandagavond kennelijk voor Orkun Kukcu om te kijken bij zijn broertje. Simons. Daar komt een kopkans. Het is weer Garden en hij kopt hem naast. Het is niet zijn invalbeurt. Eindhoven tegen Roda eindigt in 1-1. Eindhoven verzuimt om de kansen af te maken en Roda echt pijn te doen